Ik ben Wim de Beer, chef-kok bij restaurant De Kas. Ik ben Jos Timmer, samen met Wim, chef bij De Kas. Hier zijn we begonnen vanaf april. We hebben een tomaten courgette gerekt. Dus we gebruiken de courgettes en de tomaten en basilicum komkommer, wat allemaal uit deze kas komt. En we hebben de makreel en die bereiden we op de barbecue. Nou, wat we willen is dat we een tomatenbouillon gaan maken. En dat is eigenlijk vooral tomaten nat. Deze tomaten komen uit de Beemster. Basilicum gaat erin. Voor deze hoeveelheid doen we 1 teetje knoflook. In de machine. En een shallot. En een komkommer. Draaien we hem even op volle toeren. Die gaat op een zeef. Ja, en hier loopt uit. Tomatennat noemen we dat. Heel smaakvol. Wat we doen is basilicum, die we heel veel nu hebben omdat het zo warm is. Maken we olie van. Die gebruiken we sowieso voor het gerecht zoals hij hier bereid is. En we maken er een soort van mayonaise van. Op basis van de basilicum, olie, azijn en eiwit. Niet te vergeten de courgette voor het gerecht. We gebruiken zowel de courgette zelf, dit zijn mooie minis. We gebruiken de bloem. De bloemen halen we uit elkaar. Dus belangrijk dat die vers zijn. Courgettes die gaan we schaven, zodat we plakjes krijgen. Hier hebben we de wat grotere courgettes. Die verwerken we dan in brunoise, dus fijn gesneden. Die stoven we met olijfolie, zout. Hier ook nog wat plakjes van. De makreel, verse makreel, komt uit de Noordzee. Vinden wij een hele lekkere vis om mee te werken. Calavanero hebben we ook. Die hebben we nu volop. Dat is leuk om mee te werken. Wat we doen is een beetje de cel erop. Dan hebben we chorizo. Andere kant ook. Spaanse worst. We hebben wat oregano. En wat we dan doen is leggen hem erop. En dan gaan we eigenlijk een pakketje vouwen. Nou, als we dit hebben, gaat hij op de barbecue. Oké, dan maken we het correct op. De gestoofde courgette die doen we in het midden van het bord. Met nog een beetje tomaat erbij. Dan hebben we de crème gemaakt van de basilicumolie. Dan hebben we wat plakjes sowieso. Allerlei verschillend. Dan schaven we nog wat courgette lintjes. Verschillende soorten basilicum die we hebben. Dan hebben we tomatennat, wat we op smaak nog hebben gemaakt met een azijn. Gaat de basilicumolie doorheen. We krijgen allemaal parels. Dan hebben we nog wat courgettebloem. Ook voor de kleur. Dus de correct is dan af. We hebben gestoofde courgette linten, basilicumolie en tomatennat, tomatenvocht en blaadjes van basilicum en makreel van de barbecue. Die kan dan samen gegeten worden.